kijken naar een nieuwe video. Ben jij een nieuwe kijker? Hoi, mijn naam is Denise Anna en superleuk dat je op deze video hebt geklikt. Vandaag een video waarin een online stylist weer meerdere outfits voor mij heeft uitgekozen. En dat is met deze box van Zalando. Dit is, ik heb hem vorige keer ook al hiermee gedaan, de video. En ik kreeg echt super hilarische comments. En jullie waren net zo verbaasd als ik over de kleding en over de outfitcombinaties. En ja, het lijkt wel alsof ze het gewoon expres doen dat het gewoon geen outfits zijn ofzo. Ik snap het dus niet helemaal. En deze video is eigenlijk een beetje spontaan. Het was namelijk niet de bedoeling om nog een video hiervan op te nemen. Maar ik heb op de een of andere hele rare manier waarschijnlijk aangeklikt dat ik nog een box wilde ontvangen. Wilde ik niet, maar ineens werd dit bezorgd. En ik had zoiets van... Dus ik heb hier een box met kleding waarvan ik niet weet wat erin zit. Waarvan ik niet weet of het mijn stijl is. Waarvan ik niet weet of het... Wat is dit? Dus ik ga hem gewoon even openmaken en zien wat erin zit. Ben jij een nieuwe kijker? Vergeet vooral niet te abonneren. Zet ook het notificatiebelletje aan. En laten we maar lekker beginnen met de video. Ja, nou gaan wij. Kijk dan even wat een gezelligheid. Het is helemaal... Oh, er zitten schoenen bij. Oh, oké. Okay. En het is weer heel cute ingepakt met van die strikjes. Zie je hier ergens op een broek zie ik een medium. Ik zie een maat 38. Ik denk dat de maten kloppen. Misschien dat ze gewoon mijn voorkeuren hebben opgeslagen. En dat ze dachten, ah, we sturen weer een box. Ik weet het niet. Ik weet niet waar deze box vandaan komt. Maar volgens mij kloppen de maten. Dus daar ben ik al heel blij mee. En er zitten ook een paar schoenen bij. Geen idee. Maar goed, ik ga eventjes beginnen met het uitpakken van alle kleding. En ja, weet je, ik heb geen idee hoe ik deze outfits moet maken. Dus ik ga even voor deze video wel zelf de outfits een beetje bij elkaar zoeken. Want ja, als ik op die mensen moet vertrouwen, dan ga ik echt als een clown over straat. En dat wil ik niet. Ik ga even gewoon alles uitpakken en dan... leuke outfitjes ervan maken. Het eerste ding is wit. En even kijken, wat is dit? Oké, wacht. Ik doe meteen even die belichting wat lager, want ik krijg zoveel haat op deze overbelichte video's. Het spijt me, jongens. Het spijt me, Dit is het eerste ding. Het is... Is het nog steeds overbelicht, hè? Het is een wit blouseje, wat off-shoulder is. En het heeft echt een mega rek, dus dat is fijn. De onderkant zit dan weer hier zo'n roesje en de mouwen zitten pof en dan strak. En even kijken, dit ding is van het merk Soft Rebels. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. En hij is, oh my god, 60 euro. Oh my god, voor zo'n blouseje. Oh, dan ben ik heel benieuwd hoe het staat, want dit kan wel zo'n ding zijn wat heel leuk is. Of dat je denkt, ik ben heel benieuwd. Ik leg hem even aan de kant en ik ga gewoon iets anders openmaken. Misschien dat ik er een outfit mee kan maken. Ik zie hier een spijkerbroek. Nou, dan maken we daar maar een outfit mee. Dit is een spijkerbroek. Hij is in de maat super skinny. Oh, ik zie hier een heel pittig ritje aan de zijkant. Oké. En ook aan de andere kant. En hij heeft een paar van die volwassen dingen. En voor de rest ja, is het gewoon een normale spijkerbroek. Ik weet niet of ik hem pas. Hij ziet er een beetje klein uit. Hij stretcht wel lekker mee, maar dat zegt niks. Want ik heb altijd qua broeken altijd wel best wel een grote maat. Ik weet niet of het beter past, maar ja, we kunnen hem even aantrekken. Ik heb in ieder geval een maat medium. Hij is van het merk Lexi. Ken ik ook niet. En de prijs, die staat er niet op. Maar goed, ik ga hier gewoon eventjes een outfitje mee maken. En dan even kijken hoe het staat. Goed, en de outfit als ik hem aan heb. Nou, de broek, daar past ik niet in. Dat dacht ik al. Tevoren, dus ik heb even een andere broek aangetrokken. En het shirtje, ja, het is zeg maar dat die mouwtjes, die zitten gewoon, dat kriebelt de hele tijd, omdat dat zo strak om je arm zit of zo. En ik vind het ook heel gek dat het hier dan zo'n roesje is. Dat hebben ze bij mijn vorige box was dat trouwens ook echt heel vaak zo. Dat ik dan shirtjes had waar dan dat het tot hier goed liep of strak en dan was het hier in één keer wijd of zo. Maar ik hou er gewoon niet van. Het moet of helemaal strak zijn of helemaal wijd. Niet zo half of zo. Daar hou ik gewoon niet van. Wat ik wel lekker vind is dat stofje. Dat het hier zo lekker rekbaar is. En de off-shoulder vind ik ook wel echt wat hebben. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, dit is niet echt een top waar ik voor zou gaan in het leven. Dus ik ga hem wel weer terugsturen. Ik vind hem ook echt
wel te duur. En ik word echt helemaal gek van die mouwen. Oh, dat jeukt. Dat is vervelend. Maar nou ja, goed. We gaan even door naar de volgende items. Het volgende ding is dit ding. Goeie zin, wijfie. Het is zwart. Ik weet gewoon niet wat het is. Ik vind het best wel leuk op zich dat ik een hele doos vol met kleding nu binnen heb gekregen. Waarvan ik gewoon nul idee heb wat het is. Even kijken. Oh, we hebben een jurk. En hoe heet dat? Hoe heet dit spul? Katoen? Is dit katoen? Ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval een zwarte jurk. Oh, is dit linnen? Nee, dit is denk ik linnen. En dan is het zeg maar hier aan de zijkant. Of ja, bij je middel is het stretchy. En hij heeft lekker een lang mouwtje. Best wel een lekker jurkje denk ik voor de zomer. Maar dan zo'n zomerdag dat het niet heel heet is, maar dat je ook weer niet te warm gekleed wil of zo, dan is dit altijd wel chill. Hij is van The Only en hij is €35 in de maat 38. Dus ik ben benieuwd. Ik ga maar eventjes... Oh, wacht even. Ik wil die schoenen even bekijken. Oh, dat zijn wel leuke. Oh, leuk. Van die sleehakjes. Oh, maar dit is leuk. Deze zijn van Royal Republic in maat 39. Ze zijn €100. Oh, maar dit kan best wel een leuk outfitje zijn zo. Oh, goed dat ik er even aan dacht, die schoenen zo. Oké, nou ja, ik ga dit eventjes aantrekken. Nou, en de jurk als ik hem aan heb. Ik vind hem op zich wel leuk. Maar ik vind toch het stofje, ik weet niet, een beetje gek aanvoelen of zo. Alsof ik, ja, papier om me heen heb. Ik weet het niet, maar ik word er niet heel vrolijk van. Het voelt aan als een heel zomers jurkje. Maar in de zomer loop ik niet met zwarte jurkjes met lange mouwen, zeg maar. En in de herfst ook niet. Dan, ja, dan is dit alweer te zomers. Het is echt zo'n zomerstofje, weet je wel. Dus ja, ik ben er niet echt heel erg blij mee, eerlijk gezegd. Oh, vergat ik bijna de schoenen. Oeh, die zien er wel echt heel erg leuk uit. Oh, maar zoals een outfit vind ik wel leuk. Oh, en de schoenen als ik ze aan heb, ze zitten echt goddelijk. Holy moly. Dit is echt alsof je op wolkjes loopt. Dat voetbedje, dat is echt bizar zacht. En je hebt niet door dat je op hakken loopt. Het is echt... Oh, I love it. Ik heb wel dat mijn hiel een beetje over het randje heen komt. Dus ik denk dat ik eigenlijk misschien wel een maatje groter moet hebben. Wat gek zo deze dit soort schoenen bij mij. Ik heb dit soort schoenen nooit aan, maar op zich is het best wel leuk. En op zich vind ik het outfitje, hoe het nu zo in zijn totaliteit staat, vind ik heel erg leuk. Maar ik weet gewoon dat ik dit jurkje niet ga dragen, want ik ga er zo erg in zweten. Dit is zo'n zweetstof en ja... Beetje met warm weer. Ik voel hem gewoon niet. Maar ik vind die hakken wel leuk. Maar ik moest ze wel even een maatje groter gaan bestellen. Maar nou ja, helemaal leuk. Oké, okay, ik zie hier ook iets van een trui. Vind ik erg heftig zo in de zomer om een trui op te sturen. Maar ja, hè, zomer is ook niet echt wat het hoort te zijn. Dus vooruit. Oh, dit is een heel lang vest. Een heel lang beige vest. Gewoon zonder dingen, zeg maar. Zonder knoopjes en zo. Een heel lang vest. Mijn moeder heeft heel veel van dit soort dingen volgens mij. Maar ja, dit kan op zich wel heel erg leuk staan. Het is best wel volwassen iets. En ik moet me meer volwassen gaan kleden. Hij is van Jacqueline de Jong. Maar dan Jacqueline de Jong. Ik denk dat je het anders uitspreekt. In de maat medium. En dan hij kost €35. Kan op zich best wel leuk staan. Maar goed, waar ga ik dit dan even op dragen? Ik denk dat ik deze gewoon eventjes aanpas over de volgende outfit. En dan, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet gaan combineren nu. Ik zie hier in ieder geval een... T-shirtje, iets dingetje met streepjes. Even kijken hoor. Oh, en hij is van Tommy Hilfiger. Oh, duur, duur. Is in de maat medium. Ik heb nooit kleding van Tommy of zo. Sowieso weinig merkkleding in het leven. Even kijken. Het is gewoon een streepjes shirt met een driekwart mouw. Oh, ik hou altijd wel van driekwart mouwtje. Op zich vind ik dit best wel leuk. Ik deze wel houden als die past. In ieder geval dit moet ik eronder doen. Ik heb niks om eronder te doen. Oké, ik doe hier eventjes een eigen broek over onderaan. En ik doe dan ook eventjes het vest eroverheen om te kijken hoe dat dan staat. Dus ja, dat ga ik maar even aantrekken. Oké, en het shirt als ik hem aan heb. Ja, het is gewoon een lekker basic streepjes shirt. Zit strak. In principe kan je dit shirt echt bij elke winkel halen. De H&M, overal. Ja, ik vind dat gewoon altijd zonde dat je dan voor zo'n merk in één keer zoveel geld moet neerleggen. Dus ja... Daar ben ik niet zo van. Maar hij is wel hartstikke leuk. Hij zit lekker. Ik vind het ook chill dat het driekwart mouwen zijn. Daar ben ik ook altijd wel een fan van. Heb ik hier zo het vest. Oh, lekker dit. Oh. Hij is wel echt heel lang. Hij komt echt gewoon tot ver over mijn knieën. Oh, dat is niet mijn stijl. Nee, absoluut niet. Maar wel leuk. Het zit wel echt heel chill.
heel relaxed als je zo de winter en de herfst door moet komen. Maar ik weet het niet. Ik voel me gewoon nu net mijn moeder of zo. Ik zie er al helemaal staan zo dat ze het koud heeft. En dan, oeh. Ja, het is gewoon niet mijn stijl. Dus ik voel hem niet. Dus deze ga ik ook weer terugsturen. En dat geldt ook voor dit ding, want ik vind het gewoon te duur. Oké, we kunnen door naar de volgende item. Cute. En het volgende ding. Oh, dit komt mij heel bekend voor. Had ik dit de vorige keer ook niet in mijn doos zitten? Dit is een jurk. Met een lang mouwtje, met best wel een wijd mouwtje. En hij is lekker vlierig. Dit is wel een short jurk die ik altijd wel heel erg fijn vind zitten, dit soort stofjes. Hij is van warehouse.co.uk. Even kijken, wat zit hier nog in trouwens? Dit is trouwens het laatste item. Oh, dit is gewoon een off-shoulder zwart shirtje. Ja, ook prima. Ook wel leuk. Van het merk Modstrum. Modstrom. Het zijn allemaal merken die ik niet ken. Ik ben sowieso heel slecht thuis in alle merken die er zijn. Maar ja, goed. Ik ga eventjes de jurk passen. En dan doe ik deze eventjes er meteen achteraan aan. Dit ding is trouwens €28,95. En ja, ik ben benieuwd hoe het allemaal staat. Zo, en de jurk als ik hem aan heb. Ik ga even spieken in de tv. Ik weet niet, ik vind hem net iets te groot of zo. Ik hou altijd wel van dit soort modelletjes. Maar dan moet het wel lekker strak zitten. En nu zit hij net iets te wijd. Waarschijnlijk zie je het niet, maar het is gewoon een gevoel. Ik voel hem zeg maar, ja, niet strak op mijn lichaam. Op zich vind ik het patroontje heel erg leuk en het modelletje vind ik leuk. En dat die mouwen lekker wijd vallen is heel fijn in de zomer altijd. Ik heb niet een wauw gevoel. Ken je dat? Het is van ja, het is wel leuk, maar ik weet niet, als hij in mijn kast hangt, weet ik niet zeker of ik hem daadwerkelijk heel vaak ga dragen. Dus daar zit ik nu een beetje mee. Dus ik ga deze ook terugsturen. Zo, en het shirtje als ik hem aan heb, ja, ook gewoon een heel basic zwart shirt. Hij zit lekker en ik vind het ook wel leuk dat die hals best wel wat breder is. Het is ja, een soort van offshore, maar toch maar net niet of zo. En ja, een lekker driekwart mouwtje vind ik erg fijn. En ja, hij zit gewoon echt heel erg lekker. Dus ik denk dat ik deze wel wil gaan houden. Goed jongens, dit was hem dan. De video waarin ik weer een online stylist mijn ja, kleding liet kiezen. Ook al wist ik niet dat dit zou komen. Maar ik vond het toch heel erg leuk om te doen. Vond je nou een leuke video? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Vergeet mij niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!